Na de nodige opstartproblemen zijn de meeste televisiekijkers inmiddels wel gewend aan Rob Goossens, de tv-kenner van RTL Boulevard. Toch zijn er nog steeds mensen die hem niet kunnen uitstaan en een daarvan was afgelopen weekend te horen in het radioprogramma van Fidan Ekis bij Omroep WNL. Het gaat om Marcel Verrek, die volgens de omroep cabaretier is en door de radioshow wordt ingehuurd om een column op te dragen. Hij stelt dat er in Nederland genoeg engerts rondlopen. Maar over Rob Goossens dadelijk meer. Even later hakt hij frontaal op Rob in, die volgens de cabaretier spreekt met een Gideon van Meijeren Tambre. Ik zag van alles voorbij komen en dus ook RTL Boulevard intellectueel Rob Goossens. Noem ik die nou net een engert? Laat ik daar dan nu even mijn excuses voor aanbieden, al was het alleen maar omdat het heerlijk voelt excuses aanbieden. Marcel vindt dat Rob faalt. Deze Rob kende ik alleen van De Slimste Mens, waarin hij een leuke, bijna erudite kandidaat was, die veel meer bleek te weten dan de gluiperige interesses die bij zijn professies als showbiz-analyst horen. Je zag wel hoe zijn gezicht vertrok hoe hij in het zicht van de finale uit het spel werd gekegeld. Hij vervolgt, als psycholoog van de koude grond denk je dan meteen, wat een leed, zo zijn best gedaan om erbij te horen, om alles te weten en dan uiteindelijk alleen maar door geroddel en het afkammen van mensen die succes hebben zelf enige aandacht krijgen. Na die slotzin doet Fidan Ekis mee aan het, zij het iets wat obligate, slotapplaus. Maar de luisteraars van WNL zijn niet onder de indruk van deze cabaretier. En dit noemen ze een cabaretier. Man oh man wat een treurnis, zegt iemand onder het fragment op YouTube. Een ander daarop, heel slecht, maar nog steeds beter dan Claudia de Breij, brakend gezicht. Wat vindt Rob ervan? De bekende twitteraar Mies legt het hem voor op Twitter. Nou, Rob, de cabaretier van Hekje WNL in de kantine, even opgezocht Marcel Verrek, haatje. Niet normaal. Rob, oh wat leuk voor hem, dan mag hij vast blijven van de NPO's belangrijkste lakai Bert Huisjes. Mies, ik had voor in de kantine nog nooit van hem gehoord. En moet ook nooit om hem lachen, maar dat is bij mij meestal het geval bij cabaretiers. Uitgezonderd Theo Maassen.